Hey allemaal. Kijk, er komen fietsers achter me. Die zullen wel denken, wat zijn jullie allemaal aan het doen? Hallo. Goedemiddag. Nou, ik ben een video aan het opnemen. Midden in een woonwijk. Je hebt allemaal wel eens van die dagen dat je er even uit wil, maar niet ontzettend veel tijd hebt om heel veel te zoeken. Maar je wil gewoon even zwaaien, je wil gewoon eventjes wat doen. Nou, ik heb de Apex bij me. En ik ga gewoon midden in de woonwijk waar veel mensen met honden lopen, hierachter, ga ik gewoon lopen. En dan hoop ik dat ze met het balletje gooien en alles, dat ze dat soort dingen allemaal verloren zijn. En dat kan heel goed uitpakken. En het kan natuurlijk ook helemaal niks worden. Nou, eerste fonds is een muntje. Ja, wat is het? Ik denk 5 cent of zo, maar hij is wel erg corroden. Misschien is het wel een leeuwencent. Nou, ik weet het niet. Nou, toch best wel frappant. Ik loop echt midden in een woonwijk en ik had verwacht om wat moderne spulletjes naar boven te jagen. En ik had eerst een leeuwencent en ik heb nou een duit. Kijk, dat is dan wel weer leuk, hè? Een 25 centje uit 1962. Dus die is ouder als dat ik ben. Leuk. Ja, kijk, een soort afgesleten honden- of kattenpenning. Dus ja, dat is van een huisdier waarschijnlijk. Helemaal uitgesleten, helemaal. Weet je wat het leuke is van deze vondsten? En waar ik in het begin best wel veel moeite mee had, is dat de Apex heel veel korte signalen geeft. Ongeacht wat er ligt, het is een beetje een ja-nee machine. Maar hoe langer je ermee loopt, en zeker als je met de koptelefoon oploopt. Ik loop nu in de wijk, dus dan loop ik altijd met de koptelefoon op. Dan hoor je toch nog wel wat verschil. Dus er is toch nog een bepaald soort, ja, het is niet heel fel, maar het is, hij stomt wat eerder af. En door die kleine nuances onder de knie te krijgen, haal je toch dit soort dingen er weer meer uit. Leuk. Leuk. Zo zie je dat een uurtje in een woonwijk ook best heel leerzaam kan zijn. In dit geval voor mezelf, maar... Kijk, en daar is nummer 2 alweer. En deze is uit 1965. Leuk. Nummer 2. Zo, die moest van diep komen. 5 centjes. Uit 1965. Ja, die moest echt van diep komen. Die lag echt helemaal hier onderin. Leuk. Hey, nog eentje uit 1980. Dat had ik al gezien. Ja, het zal voor jullie misschien een beetje saai worden dat ik al die muntjes zo eruit aan het rapen ben. Maar ik vind het wel ontzettend leuk, want die paar muntjes die heb ik vanaf net achter die boom daar al tot hier. En ik heb dit stukje nog te gaan. En dan heb ik eigenlijk een heel klein hoekje midden in de straat gedaan. Midden in een wijk. Ondanks dat iemand het nodig vindt om dwars door mijn video heen te gaan. Met zijn motorzaag, kettingzaag, weet ik veel wat voor ding. Ga ik wat proberen te laten zien. De Apex geeft korte stootjes. Ook bij grote vondsten. Maar... dat wil niet zeggen dat je niet kan zien of iets groot of klein is. Kijk. Ik heb hier een prachtig signaal. Dan zou je zeggen,
kort signaal moet iets kleins zijn. Maar als we nou gaan beginnen vanaf waar het signaal begint. En we gaan naar voren. Dan zie je dat het van hier tot hier loopt. Dus het is best groot. En vanaf de andere kant. Van hier tot hier. Nou heeft hij wel wat uitstraling, maar we gaan hem gewoon opgraven. En dan zal je zien dat het geen muntje is. Het zal eerder een blikje of een iets groots, denk ik. Gok ik. Maar goed, we gaan het opgraven en dan zien we het wel. Ik wist het best. Het was John West. Dat is fijn. Het is tonijn. Nou ja, ik had het al voorspeld. Het is iets groots. En dan weliswaar niet zo groot als dat je... Als dat ik aangaf, maar dat komt door de uitstraling, zeker met blik heb je dat. En bij sommige metaaldetectors hoor je echt een soort uitstraling in de toon. Dan hoor je echt ping, ping. En de Apex die doet korte stootjes, maar door jezelf te verlengen of door je schotel naar voren en naar achteren te doen tijdens het zwaaien, kom je er dus ook achter dat iets groot of klein is. Dus... Dit niet een topvondst, maar wel ter informatie over hoe je groot en klein kan ontdekken. Of onderscheiden, net hoe je het wil noemen. Nou, een slot met een leuk bel. Is dat een kerstmisslot? Dat is grappig. Dit is een achterkantje van een alarmpistool cartridge. Een huls. Heel klein is die. Die zat gevouwen of er zat wat op. En dan kan je zien aan dat eikeltje wat erop staat. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Nee, er staat een eikeltje op. Anders maak ik er zo even een foto van. Dan is het beter te zien. Ja, die is best wel oud. Niet zo oud, maar wel, toen ik jong was. Toen hadden we die dingen ook. Leuk. Dat was hem. Dat was hem. Dit heb ik gevonden. Een hangertje. 1, 2, 3, 4, 5, 6 muntjes. Een soort ringetje. Een kogelhulsje. En een slot. En dat heb ik allemaal van dit kleine stukje afgepakt. Dit kleine stukje. Het is echt maar een heel klein stukje. Dit is alles. Zo, van het stoepje. Zo, dit rondje zo. En dat heb ik met baantjes even gedaan. Midden in de nieuwbouwwijk. Dus, you never know. You never know. Ik had wat modern geld verwacht. Nou, daar heb ik helemaal niets van gevonden. Maar, hij heeft wel kranig zijn best gedaan, de Apex. Buiten de Apex rommel. Ik had trouwens ook nog wat rommel. Ik had nog veel meer rommel. Want laten we dat wel even eerlijk vooropstellen. Op die stukjes liggen ook altijd heel veel rommel. Maar ik heb net al een hele zak in de prullenbak gegooid. Dit is van de laatste paar gaatjes. Ik zie een nieuwe trend opkomen. Microdetecting. Ik daag jullie uit. Ja, op YouTube valt het niet helemaal mee. Maar als jullie bij mij ook op de Facebookpagina zitten. De Toy Soldier metaaldetectie, uiteraard. Ga ook een keertje microdetecten. Pak een heel klein stukje. Gewoon lekker midden in de nieuwbouwwijk. Gewoon een heel klein stukje. Kam het helemaal uit en laat je resultaat zien. Nieuwe trend, microdetecting. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.